Ik heb zo geen zin in school. Ik heb maar 4 uur geslapen vannacht. Ja, wat denk je van mij? Ik ben de hele nacht doorgegaan om alles af te krijgen. Ja, je zegt iedere dag dat je niet slaapt, maar overdrijven is ook een vak hoor. Ja, weet ik. Maar ik kom thuis. Ik wil het een en ander nog even doen. Ik moet turnen. Ik wil ook een beetje uitrusten. Het gaat allemaal. Ja, maar dan slaap je toch gewoon? Maar zo voelt het gewoon niet. Dan ben ik zo moe. Maar weer slapen? Nee, maar dat kan ik toch nooit. Waarom denk je dan dat ik altijd te laat ben? Zodra ik gisteren thuis kwam, mocht ik eventjes zelf al mijn eten klaar gaan maken, want mijn ouders zijn op vakantie. Ja. Allemaal gedoe met mijn werk en zo. Ja, snap. Maar al. Dat komt vast. Ik heb geen zin in wiskunde, man. Lekker. Ja. Hey, hoe is het ermee? Ja, lekker. Ik heb collega's in school. Ga ik langs aan. Doe je ook wat? Ja, is goed. Dan moet je chocolade geven, alsjeblieft. Melk. Ja. Wat moet ik tegen de docent zeggen? Dat je ketting kapot is? Is goed. Oké. Serieus? Skip je meer? Ja. Dat klopt goed, joh. Ach, zijn problemen niet te mijn. Nee, daarom. Niet spijbelen. Jongens, ga zitten. Mobieltjes graag in je tas. Ik wil snel beginnen. Mijn liefje! Boyd, wil je nou eens een keer serieus meedoen met de les, alsjeblieft, ja? Ik ga dood. 3, 2, 1. Boyd, spullen pakken en wegwezen. Wat? Eruit! Oké. Dat dacht ik ook. Ik zie je vanmiddag wel. Fijn dit. Jullie krijgen het altijd voor elkaar om mij weer chagrijnig te maken. Hey Luus, mag ik naast je zitten? Natuurlijk. Voor ik wil beginnen, wil ik jullie er eerst op attenderen dat de presentaties die ik gisteren opgegeven heb, morgen al door de eerste gegeven zullen worden. Meneer, dit kunt u niet maken. Dit is niet het enige vak dat we hebben. En wat dacht u van onze vrije tijd? Ook wil ik dat jullie voor vrijdag heel hoofdstuk 10 hebben doorgelezen en alle opdrachten van A gemaakt hebben. Nee, kom op, dit is echt te veel. Jullie zijn allemaal jong. Zeeën van tijd. Kunnen jullie makkelijk nog hebben? Prima. Wat? Niks, meneer. Dat dacht ik al. Ga nu weer aan het werk. Meneer, mag ik even naar het toilet? Tuurlijk, als je maar snel bent. Oké. Wat is er aan de hand? We zien die docent van buiten. Altijd maar die grappen maken. Ik kan er echt niet meer tegen. Dan moet ik altijd mee hebben.
echt, ik kan er gewoon niet zo heel veel aan doen dat ik niet zo goed ben in talen. En dan probeert hij het goed te maken door mijn bijles aan te bieden. En dan legt hij zo'n smerig handje op mijn been. Echt, gadverdamme, ik kan er echt niet meer tegen. Hoe lang is dat wel aan de gang? Ja, best wel een tijd al. En het ergste is dat Anna de enige is die het door heeft. De rest die merkt het gewoon niet. Wie is het? Ja, je weet wel, de ene die altijd rondloopt ook in de pauzes. Oh, die! Degene die ook f***ing veel huiswerk opgeeft. Ja, echt een lul. Maar ja, moet jij mee terug naar je les? Ja, eigenlijk wel. Moet jij niet terug naar je les? Ik ga wel naar Notenboom. Ik blijf het uurtje wel bij hem. Oké. Ah, het komt wel goed, joh. Laat me de pauze even weten hoe het ging. Doe ik. Ik begin hem echt zat te worden, die kerel. Ja, snap je. Echt niet normaal. Ik heb morgen een toets, 2 zo's voor na het weekend en even 12 opdrachten te maken. Ik heb er ook nog een D-toets bij. Het is echt... Meen je niet, joh. Ranzige rubberkip. Niet normaal, die kerel. Wat? Ja, ze beter, tenminste beter dan... Ja. Okay. Ja. We hebben echt... veel te veel huiswerk. Ja, bizar. Ik haat die docent zo erg, hè? Same. Ik word er een beetje zat af en toe. Dude, wat de f***? Ik moest heel te zacht niet weten. Ik vind hem zo erg haat. Ik kan hem omleggen. Wie ben je? Ik ben Nathan. Denk erover na. Als je me nodig hebt, dan help ik. Niet als je het eet hoeft te maken. Leuk is dat. Hoi, er kwam net iemand naast me zitten. Die stelt zich voor als Natas. En ik kwam met het idee om meneer Dooddood te maken. Wacht, wie is Natas? Ja, dat weet ik ook niet. Maar hij zegt van ja, weet je, als jullie hem zo erg haat, waarom leggen jullie hem dan niet om? Ja, maar wat als we gepakt worden? Ja, weet je, dat is dan zijn verantwoordelijkheid. We hoeven hem alleen maar even een seintje te geven. Je weet zeker dat hij te vertrouwen is? Nee, maar waarom niet? Wat kan er misgaan? Ja. Ja, nee, daar heb je eigenlijk wel gelijk aan. Het kan wel eens gaan. Ja. Dan zijn we eindelijk van hem af. Daarom, dus alleen even een seintje geven en klaar. Oké. Okay. Dat is goed. Kijk, dat is Natas. Maar waar dan? Ik zie helemaal niemand. Waarvoor? Je specialiteit. Zullen we deze er ook nog bij doen? Weet je wel wat voor reactie dat geeft? Weet je überhaupt wat er voor je neus staat? Tuurlijk, ik heb 4 jaar scheikunde gehad. Ja, natuurlijk, het scheikunde wonder weet het weer beter. Nou ja, deze keer wel ja. Oké. Okay. Kan je maar die pakken voor mij. Die? Ja. Nee man, die is... Als je dit erbij doet, dan wordt het fucking gevaarlijk. Je wilt toch spectaculairs? Als je dit erbij doet, wordt het een meestergoedje. Ik wil iets gevaarlijks, niet iets dodelijks. Klinkt hetzelfde in mijn oren. Nou, jouw verantwoordelijkheid.
Dit is 1 metoxypropaan. Dit zal wel opleiden. Zoals beloofd. Gekregen. Ik dacht dat ik het van Fred zou krijgen, maar... Oké, dat is het. Maar hoe zorgen we dat hij het inneemt? Ik denk dat ik wel een ideetje heb. Kom, kom mee. Misschien een bezem voor mij kunnen pakken. Dat kan. Nu heeft u wat vast aan gestuurd. Oeps. Sorry, geen bezems. Oh. Ja, die moet jij leuk meenemen. Ja, is precies. Dank u wel. Dag. Willen de volgende leerlingen zich melden bij meneer Notenboom? Boter Ham, Lucie Ver, Fred D. Mercury. Melden bij meneer Notenboom. Meneer, wat is er aan de hand? Ja, meneer Dood. Hij ligt in de docentenkamer, hij is bewusteloos en dan is hij ineens weer aan het stuiptrekken. Meneer Dood? Ja, meneer Dood, je weet wel. Ja, ik begrijp er helemaal niks van, om ons heen begrijp er niks van. Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen. Ga dan als de wie de weer gaan naartoe. Tuurlijk, we houden u op de hoogte. Ja, ja, zo voor jullie, hè. Niet alleen nog weer. Gaat het? Het is te werk, joh, wat je daar. Oké. Okay. Gaat het? Oké. Ja.
Klopt. Wie is Natas? Stop.